Je kunt het natuurlijk van de daken schreeuwen als je dit jaar Prins Carnaval mag zijn. Prins Ricardo van Ochel-Vorsepoel doet dat niet. Nee, hij laat gewoon zijn huis bekladden vol graffiti. God, Ricardo, we hebben nou te gedaan. Ik heb even mooi laten zien dat wij in S heel goed kunnen schilderen. En laten zien dat we toch wel feestelijk aangelegd zijn hier in de Ochel-Vorsepoel. Even voor de duidelijkheid. De Ochel-Vorse is in S de benaming voor de kikker. En wat je verder ziet heeft alles te maken met het thema. We speulen erop los. En een portret. Een portret, ja, van de man die schijnt de prins te zijn voor dit jaar. Hoe ijdel. Hoe ijdel, ja. Het is zo'n knapper. Maar vinden de buren dat ook? Want die moeten er toch tegenaan kijken. Ja, het was even schrikken. We hebben een beetje gevolgd van hoe het iedere dag verder gemaakt werd. En ik vind het er leuk uitzien. Ja. Ik heb nog niemand met vervelende geluiden gehoord. Er staan regelmatig als ik binnen zit, komen de duimpjes omhoog van netjes en goed en leuk voor S. De buren hoeven er ook niet heel hun leven tegenaan te kijken. De muur wordt naar carnaval weer afgebroken. Tenminste, als prins Ricardo de carnaval overleeft. Want S mag dan maar een klein dorp zijn. Carnavallen schijnen ze wel te kunnen. Ja, echt wel. Ja. Ja. Waar een klein dorp groot in kan zijn, ja, is echt S wel. Ja, heel veel vrijwilligers. En, heel veel feest. Ja. Heel veel bier. Heel veel bier, heel veel wijn. Ja. Ja, en kruipers naar huis. Nou ja, een beetje voorproeven kan nooit kwaad natuurlijk. Proost dan maar. Op een goede carnaval.